Ik hoor net, je komt uit Zwitserland en je zwemt hier. Ik zwem hier. Doe je dit vaker? We doen dit sowieso vaker, het weekend. Maar dit is de eerste keer in echt koud Nederlands water. Ja. Nou, dat is lang zo koud. Niet als bergwater in Zwitserland, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, ik weet het nog niet. Ik zal straks meteen erin steken. Hoe doen jullie dat? Ik doe het namelijk ook hier in de Blauwe Stad, in dit water. Alleen wij doen het stapsgewijs. Heel langzaam laten wij ons zakken in het water. Hoe doen jullie dat daar? Ik ga erin en ik denk niet van koud, zeg maar. Ik ga erin en ik zit dan meestal zo. Ja. Het water tot hier en ik zit dan een minuut of 3, 4, 5. We noemen dat dippen. Oké. Ik heb mijn krokjes vergeten. Je hebt je krokjes vergeten? Ja, normaal gesproken doe ik dat met krokjes. Oké, maar dit doe je vaker? Wij hebben dit voor 3 jaar terug ook gedaan. Okay. Toen was mijn zoon er al bij en dan hebben we dat met z'n tweetjes. Het is ook heel gezond om het vaker te doen. Ik hoor. Ja, collega's die doen dat elke week, zwemmen ergens in Veendam in het water. Dus, en die zijn al gaar voor, gezellig, leuk. Dus ja, vandaar. Maar kalm aan, hè? Altijd. Gisteren niet te veel eraan gehad. Voorbedachte raden iets minder. Dus vandaar. Leuk. Nou, ik hoop dat je aangestoken wordt dit keer. Ik zal erover nadenken. Okay. Succes straks. Ja, dankjewel. Jij doet het in de ertessoep. Hoe is het daarmee? Ja, goed. We zijn met GZVW organiseren wij een nieuwjaarsduik. En daarvoor hebben we de ertessoep heerlijk warm als mensen er uit het water komen. En je hebt ook een mooie sponsor gevonden daarvoor. Ja, klopt. Unox. Ja, dus dat, mooi man. Maar heb je ook even geproefd? Want dat moet wel, hè? Nog niet. Het moet nog eerst even een beetje opgewarmd worden. En dan ga je proeven. Ja, en daarna gaan we proeven. Dus, succes. Ik ben benieuwd. De organisatoren van de gecombineerde zwemverenigingen Winschoten. Jullie organiseren dit voor de hoeveelste keer? Het is onze derde keer. Corona uitgesloten, 2 jaar niet gedaan. Nu opeens wel weer. Hoe is dat om dat weer te organiseren? Heerlijk om bezig te wezen. Ja, inderdaad. En als ik al die mensen hier zie, dan is dat geweldig. En nu muziek erbij, vind ik ook bijzonder. Ja. Wat is de opkomst? Wat denk je? We hadden 3 jaar geleden hadden we 105 deelnemers en we hadden de hoop nu op 125. En als ik nu de drukte zie, komen we een heel eind. Heb je snert en broodjes genoeg? Nou, dat hopen we dat we snert en broodjes genoeg hebben. Ja, het is afwachten. We hadden 150 mutsen en die zijn allemaal verdeeld. Dus het gaat heel erg hard. En we zijn heel erg blij. Prachtig weer. Wat willen we nog meer? Het is alleen een beetje nat. Maar ja, verder voor de rest gaat hartstikke goed. En weet je ook de temperatuur van het water? De temperatuur van het water is maar 1 graad of 8. Maar valt toch mee? Hierboven is het ongeveer 13, schat ik. Dus ach, ik vind het heerlijk weer. Het is prachtig. Mooi evenement, dankjewel. Zeker. Jo. Ga je ook het water in? Jazeker. Een muts heb ik ook klaar. Dus, maar je hebt nog een hele dikke trui aan. Ik wacht nog eerst eventjes een omkleden. Niet beter eerst flink bewegen? Nee, dit is warm zat. Het water is misschien koud, maar verder is de temperatuur is goed. Dat is 8 graden, dus niet. Dus, waar hebben we het over? Dat bedoel ik. Winter mag je niet noemen. En jij gaat ook? Ja. Je hebt de muts al op? Ja. Heel verstandig. Ja. En is het je eerste keer? Ja. Oh. Allereerste. Goed zo. Nou, ik vind het knap. Ja. Oh. Veel plezier. Dankjewel. De hoeveelste keer is dat je dit doet? De eerste keer. Oh, wat spannend. Ja. Hoe ben je zo ver gekomen? Mijn zoon die is aanhanger van de Wim Hof methode en die doet dat heel veel. Goed zo. En daar ben ik ook een beetje zo ingerold. Leuk. Nou, wij doen dat ook 3 keer in de week hier. Dus ik zou zeggen welkom. Ja, bedankt. Nou, leuk. En jij? Ja, dit is voor mij ook de eerste keer. Ja, heel spannend.
Het is echt heel lekker. En ik vind het ook heel dapper. Ja, ik ook van mezelf. Ja, ik vind... Jezelf ook een klapje geven, zo van. Ja. Top gedaan, dames. Dankjewel. Hoe was het water? Heel koud. Koud? Mm-hmm. Maar wel lekker, denk ik. Ja. En nu dan? Gaan we een handdoek? Ja. Ja, ik zag jullie heel lang in het water. Gewoon lekker, hè? Ja, dat is lekker. Ja, nou, even eerst begin even wennen, maar na een tijdje wordt het lekker. Dat klopt, ja. Zeker als je eruit komt. Ja, dat is dan, ja. Je wil eigenlijk wel weer. Nou, misschien ga ik straks nog een keertje, ja. Ja. Maar ik begrijp dat jij dat vaker doet. Ja, ik probeer het zo'n beetje elke dag te doen, maar dat is dan onder de douche. Ja, nou, ja. Dat is het begin, hè? Ja, dat is het begin, ja. De Wim Hof methode, dat is heel goed. Werkt echt goed. Precies, ja, ik weet ervan, want ik zwem hier dus ook. Ah, oké, serieus? Ja, oh, serieus. Goed. Ja, dus, leuk. Ja, ik weet wat het water doet. Ja. Is het voor jullie de eerste keer? Ja, dat is de eerste keer. Oh, hoe is dat bevallen? Goed, wel koud. Ja, heel koud. Nou, jullie hebben geweldig weer bij de zon schijnt. Ja, mooi. Volgend jaar weer? Ja. Ga zeker meedoen. Ja. Maar het is ook heel gezond om dit vaker te doen. Ja, zeker. Natuur zwemmen in de winter is heel gezond. Ja. Dus welkom in de Blauwe Stad bij het strand. Ja. 3 keer in de week. Echt geweldig. Oh, heerlijk. wij oefenen wel thuis met koud douchen af en toe. Dus misschien is dat een goed begin en dan kunnen we het hier voortzetten. Ik zie jullie graag tegemoet. Ja, dank u wel. Veel plezier. Dank u wel. Na 2 jaar corona, waarin dit niet mogelijk was, hebben we weer een duik in het Oldambtmeer gedaan. Met een heleboel mensen. Echt veel mensen. Het weer is natuurlijk ook geweldig. Maar het was echt een fantastische dag vandaag.